De driedaagse klimaatconferentie over de hoge bosbedekking, lage ontbossing en financiële modaliteiten is gisteren afgesloten. De HFLD-conferentie, oftewel High Forest and Low Deforestation-conferentie, had als doel de positie van Suriname als land met bijkans de hoogste bosbedekking te behouden. Dit zei Winston Lakin, ambassadeur Milieuaangelegenheden van het kabinet van de president, gisteren op de slotpersconferentie. Maar wij vinden dat op grond van de waarde en de rol die HFLD-landen spelen, dus landen met een hoog percentage bosbedekking en een laag percentage ontbossing, dat we vinden dat er een andere dialoog, een andere vorm van discussie moet kunnen plaatsvinden, voornamelijk met de geïndustrialiseerde landen, de financiële instrumenten die verbonden zijn aan de klimaatverdragen, dat we iets terug moeten krijgen voor wat we aan het doen zijn. Want voor mij in lege termen hoort het een beetje in dat onze bossen heel belangrijk bijdragen in het mitigeren van de negatieve gevolgen van de klimaatsverandering. En deze veranderingen worden niet door ons veroorzaakt. Dat we nog voor het bestaan van de klimaatsverdragen als klein land bijdragen aan eigenlijk het stand houden van mankind. Dat het zo moeilijk is voor ons om toegang te vinden tot de financiële middelen om ook om te kunnen gaan met de gevolgen van klimaatsverandering, nogmaals, die niet door ons veroorzaakt zijn. Lakin wees er verder op dat het Parijsakkoord volgend jaar in werking treedt en heel veel van Suriname zal vragen. Het is dus zaak dat Suriname in de wereld draagvlak hiervoor creëert. Cedric Nelom, directeur van het Nationaal Instituut voor Milieuontwikkeling, NIMOS, benadrukte dat dit de eerste meeting was van HFLD-landen. Ik wil zeggen, nooit eerder zijn ze bij elkaar gekomen om gezamenlijk te kijken naar issues die te maken hebben met dit soort type landen. Dus, bij de eerste meeting, wat je zeker moet doen, is die alliantie vormen. Dat platform wat er nu is gecreëerd. En van daaruit gaan we uitbouwen. Het kan zijn dat we in de toekomst inderdaad een formele structuur krijgen van HFDL-landen om gezamenlijk verder dingen aan te pakken. Nu nogmaals is het Suriname, breng de boodschap, kom terug naar het platform, informeer ons. En ook wanneer we naar klimaatmeetings gaan, dat we ook als één front gaan. En dat is dus wat er is afgesproken de afgelopen dagen. Lakin benadrukt tot slot dat het grote succes van de conferentie is dat Suriname nu mandaat heeft om namens de HFLD-landen het woord te voeren. Omdat er helemaal geen structuur, geen infra, geen plek, geen ruimte was op geen enkele agenda voor HFLD, heeft Suriname het initiatief genomen om die HFLD-landen bij elkaar te brengen vanwege de rol, de bijdrage, de waarde die de bossen spelen. Waarom blijkt dat 30% van het landelijk aardoppervlak bestaat uit bossen? Van deze 30% bevindt 24% van deze bossen zich in de HFLD-landen. Dus een absolute rol, maar er was geen structuur. Dat initiatief hebben we genomen en dat mandaat hebben we gekregen. Dus vanaf nu heeft Suriname de lead in het internationaal gebeuren om dit nieuw instrument, dit nieuw platform dat we creëren, leven te gaan geven dat het bij onderhandelingstaf zit wanneer er gesproken wordt over funding van HFLD-landen. Nu hebben we een stem. Dat is dus Winston Lakin, ambassadeur Milieuaangelegenheden van het kabinet van de president. Hij sprak gisteren op een persconferentie na afloop van de driedaagse klimaatconferentie in de ballroom van Hotel Torarica.